Goedenavond. Hallo allemaal. Oh, ik ook, Petra. Gezellig dat je meekijkt. Ik zie dat iedereen langzaam binnenstroomt. Wacht ik nog even totdat iedereen ons gevonden heeft. Ik zit gelukkig weer in de goede groep. Onze spooky workshop vanavond. Goedenavond allemaal. Ik zie dat iedereen ons langzaam begint te vinden. We gaan vanavond een soort huisjes, doosje, dingetje, ik weet niet hoe ik het goed moet noemen, dingetje maken. Ik heb er nog geen voorbeeld van, want helaas had ik er deze week geen tijd voor om een voorbeeld te maken. Dus ik heb wel inmiddels al van allerlei leuke spullen bij elkaar gevonden om te gebruiken vanavond. Dus we gaan wel een beetje zien hoe het gaat worden. Het zal vast wel goed komen. Ik had een boodschappenlijstje gemaakt. Dus ik hoop dat ook iedereen al dingen klaargelegd heeft. Oh, wacht. Ik heb wel een voorbeeld. Ik ga hem even pakken. Momentje. Was ik al bijna Ik heb hem al van de zomer een keertje gemaakt, geloof ik dat het van de zomer was. Zo'n doosje heb ik met de huisjes mal gemaakt. Dat was een beetje mijn inspiratie, waarvan ik dacht van, oh, dat is leuk om met de spookjes van Marianne Design te gaan maken. Dus zoiets gaan we maken vanavond. Maar hoe die er precies een spookje uit gaat zien, dat moeten we maar even afwachten. Goedenavond allemaal. Ik wacht nog even. Ik zie dat iedereen, dat er nog veel mensen binnenkomen vallen. Ja, wie weet, Sila. Doe je nog wel andere ideeën op? Waar je nog mee aan de slag kan. Gewoon gezellig meekijken is ook leuk, hè? Goedenavond, Karen. Waar zullen we mee beginnen? Ik zal maar eerst eens even met de huisjesmal beginnen van Dutje Doobadoo. Ik krijg hem niet helemaal in beeld. Misschien zo, maar dan moet je schuin kijken. Dat is ook wel zoiets, hè. Hij bevat 5 huisjes, maar die gaan we niet alle 5 gebruiken vanavond. Maar dat komt dadelijk helemaal goed. Daarnaast wilde ik deze spookjes erop gaan maken, zodat we een echt spookhuis krijgen. Hoi hoi. Saskia, leuk dat je mee komt kijken. Ik zag ze in de winkel, de spookjes, en ik vond ze zo leuk dat ik dacht van ja, daar moeten we iets mee doen. Ben ik natuurlijk op zoek gegaan naar nog meer spookachtige attributen. Kom ik dit leuke lineaal standsmalletje nog tegen van Marianne Design. Dat is nummer CR1450. En ik vond dit spinnenweb van Joycraft. Natuurlijk met de tags boeren maakt het nog wat extra spooky, hè. Dat is de 6002-1025. En daarnaast ga ik vanavond dit blokje van Pietek gebruiken. Hij heet heel toepasselijk Hocus Pocus. Dus ik ga hem even met jullie bekijken.
Hij is wat groter. Normaal zijn de Piatek blokjes redelijk vierkant. Deze is wat langwerpig. Ik zal hem even opmeten. Hij is 20,5 zullen we ervan maken. Bij 15,5. Dat is echt rechthoekig. En dat maakt hem perfect eigenlijk voor de huisjes. Want zoals je ziet passen zelfs de grootste huisjes erop. Dat is wel erg leuk. Hocus pocus, we vliegen er even doorheen. Dieren, hele kleine spinnetjes. Op de achterkant van de kaft. Hier zie je meteen nog leuke dingen die je nog erbij kan gebruiken. Dan hebben we aan de achterkant een mooie patroon met lijntjes. Met een beetje Halloween-achtig gekleurde bladeren. Een hele mooie paarse achtergrond. Ik vind het echt heel mooi, dat oranje met dat paars met Halloween altijd. Ik ben zelf niet zo van het Halloween, maar ik vind de kleurencombinatie altijd heel erg mooi. Nog wel leuke poesjes. Dan hebben we nog een motiefje in het oranje. Met nog wat paddenstoelen. In de heksenketel, denk ik. Nog een paars motiefje. De heksenhoedjes mogen natuurlijk niet ontbreken. Het is ook leuk als je ze gewoon los gebruikt. Dat je ze uitknipt. Om als versiering gebruikt. Dan hebben we nog paars en een rood patroontje. Paars, oranje en rood. Nou, ik praat er nu al lang, sorry. Een grijzig. En dan herhaalt de blok zich weer. Ik zal er even vluchtig doorheen bladeren. Ik weet niet of dat, want dat komt niet heel fijn in beeld. Maar goed. Met dit papier gaan we dus aan de slag. Dan ga ik eerst beginnen met het overtekenen van de huisjes. Dat doe ik op zwart. Vind ik wel mooi natuurlijk. Voor een beetje spooky extra effect. En nu kies ik ervoor om het linker kleinste huisje niet te gebruiken. Dan kan ik hem niet mooi, kan ik daar geen mooie doosje van maken. Dus ik ga voor de vier rechtse huisjes. Die ga ik overtekenen. Het zal wel heel wat knip- en snijwerk gaan worden vanavond met de huisjes. Dat is denk ik het meeste werk. Dus ik teken eerst de buitenrandjes om. Moet ik daar ook wel knippen voor gevorderde doen, geloof ik. Op afstand een potloodlijntje knippen, dat zal nog wel een uitdaging worden, denk ik. Maar we gaan het beleven. Dus zoals gezegd, het linkerhuisje teken ik niet. Dus ik ga hier gewoon met de potlood naar beneden. Dan ga ik eventjes de raampjes allemaal overtrekken. Hoi Gerry! Ja, met een wit potlood zie je inderdaad beter. Klopt. Maar die heb ik hier zo 1, 2, 3 niet bij de hand natuurlijk. En eigenlijk als ik gewoon zo op zwart teken, lukt dat eigenlijk wel met een grijs potlood. Omdat ik nu boven onder de camera werk, is het natuurlijk een beetje andere werkhouding. Waardoor het misschien wel een uitdaging gaat worden, maar het zal vast wel goed komen. Nu ben ik nog even aan het twijfelen of ik alle raampjes ga gebruiken. Misschien dat ik daar de onderste raampjes toch niet ga uitsnijden. Maar ik teken ze wel en dan kijk ik dadelijk even ter plekke hoe ik het leuk vind. Dat zijn er natuurlijk nogal wat. En ik
vind het eigenlijk ook altijd leuk om een beetje mijn eigen draai aan zo'n mal te kunnen geven. Hoi Kitty. Ja, er wordt veel knippen en snijden, maar dan zijn we ook braaf vanavond, hè. Even kijken dat die weer goed ligt. En dan heb je natuurlijk straks ook een ontzettend leuk resultaat. Mogen we ook niet vergeten. Ik word er stil van. Maken jullie ook veel Halloween kaartjes? Valt het mee? Natuurlijk zit iedereen al flink in de kerstsfeer, hè? Nou, hij staat erop. Nu ga ik eigenlijk... Ik wil daar een plakstrookje aan maken. Misschien wel makkelijk als ik het eventjes met de mal erop ga vertellen. Ik ga dan... Hier een schuin lijntje naar beneden. En dan doe ik ongeveer 1 centimeter, maak ik er een plakstrook van. Zodat we die dadelijk mooi aan elkaar kunnen plakken. Zodat het ook echt een soort doosje. Ik ben altijd braaf, hè Marley. Dus ik maak hier, teken dat een beetje schuin. En hieronder teken ik ook een beetje schuin. Dat straks mooi kunnen afwerken en die lijnen verbind ik met elkaar. Oh, een Memory Dex kaartje van Halloween. Ja, dat is ook leuk. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn Memory Dex hier nog braaf in de kamer staat. Ik blader af en toe al door de foto's en de creaties die ik gemaakt heb. Verzet ik af en toe, maar ik heb al heel lang niks meer nieuws erbij gemaakt. Vind ik eigenlijk wel jammer. Maar ja, de tijd, hè. Als jouw ding helemaal, Marley. Oh, dan ben ik wel benieuwd wat je allemaal gaat maken. Er zullen vast nog veel mooie creaties voorbij zien komen. Nou, nu ga ik een beetje aan het snijden. Dan doe ik de rondjes. Van, ik ga de mal er maar weer bij pakken. De ronde raampjes, die zet ik in het midden, zet ik daar een kruis in. En dan knip ik die uit, want ik ben eerlijk gezegd niet zo'n goede snijder. En ik weet van mezelf dat dat anders niet mooi gaat worden. Dus ik zet er eventjes gewoon een kruis in. Zodat ik een opening heb om straks met de schaar in te gaan. En dan gaan we snijden. En ik besluit nu ter plekke dat ik alle onderste raampjes van alle vier de huisjes niet ga gebruiken. Ik vind het toch leuk als ik daar nog iets van een grasrandje of zo straks nog kan maken. Zonder dat dat meteen voor het raam springt. Zijn er mensen die meeknutselen vanavond? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Volgens mij waren er vorige keer wel een paar mensen die meededen. Ik heb leuke creaties voorbij zien komen. Het is echt geweldig om te zien wat jullie allemaal zelf ook nog maken naar aanleiding van de live. Hoi Bea. Dit idee is natuurlijk ook leuk voor kerst of voor Sinterklaas met pepernoten erin, een soort pepernotenbakje ofzo. Oh, je zit in de trein, ja, dat is lastig. Lastig knutselen. Oh, Ali kijkt gewoon. Meekijken is ook gezellig. Beetje kletsen tussendoor. Gezellig kijken. Nou, eens even kijken of ik alles goed doorgesneden heb. Och, Petra. Nu ben ik in de goede groep. En dan heb je de mal niet.
Heb je me vorige keer gezocht? Voor het eerst? Oh, dat is helemaal leuk. Ja, eerste open dag. Goed dat je het erover hebt, Marley. Dan mag ik jullie nog eventjes op attenderen. Volgende week zaterdag 12 oktober is er open dag bij het boekstuntje in Tegelen van 10 tot 4. Daar met verschillende demo's. En 26 oktober, zaterdag 26 oktober, is de open dag in Echt. Dus dan kunnen jullie gezellig ideetjes komen opdoen. Als ik me niet vergis, zitten er in Tegelen, zijn we met 5 of 6 demonstratrices aan de slag. Dus dat zijn heel veel inspirerende voorbeelden. Maar Brigitte, eerst gewoon even kijken. En dan kun je hem dan morgen of zo maken. Of een andere keer. Ik zie dat ik hier een beetje scheef ben onder de camera. Dat is natuurlijk lastig, hè? Op zwart werken is voor jullie ook niet zo spannend om te zien, hè? Even kijken. Alle materialen die ik vanavond gebruik zijn natuurlijk weer te vinden in onze webshop. Ik heb daar weer een apart kopje gemaakt met de spullen van de live, waar je alles in terug kan vinden wat ik vanavond gebruik. Het is natuurlijk ook leuk om naast de mal natuurlijk hem anders aan te kleden ofzo. Dan kun je in ieder geval al terugvinden wat dat ik gebruikt heb. Oh, gezellig. Een dagje uit met vriendinnen. Altijd leuk. Maar je komt toch ook in Echt, of niet, Brigitte? Ja, ik snij gewoon op de glazen plaat. Ik ben, zoals ik al eerder zei, niet zo'n kei in snijden. Maar op de glasplaat gaat het met beste af. Er zijn mensen die kunnen dat heel goed snijden, maar de glazen plaat is daar ideaal voor, want je kan dan natuurlijk met je inkt lekker op kliederen zonder dat je al te veel vies maakt of vlekken krijgt. Je kan erop snijden zonder dat je krassen krijgt. Ik heb wel hier en daar een krasje, maar dat is eigenlijk te verwaarlozen naar als je kijkt naar hetgeen wat ik er al op gesneden heb. Even kijken, gaan we deze met alle smalle raampjes. Hoi Johanna. Oh, je knipt alles met de schaar. Ja, ik knip ook liever hoor. Ik vind dat bij deze raampjes toch net iets te lastig. Maar goed, ieder op zijn eigen manier, hè. Er zijn ook mensen die snijden, die knippen bijna niks. Dat vind ik wel echt heel goed als je dat kan. Je hebt het in de agenda staan. Hartstikke goed. Oh, jullie komen nog naar de workshop. Dat is ook altijd gezellig. Heerlijk zo'n dagje samen knutselen.
12 oktober is de open dag in Telen. En 26 oktober in Echt. Of zit ik er nou naast? Volgens mij niet hoor. Brengen jullie mij aan twijfelen. Nou, het schiet er aardig op zo met mijn ramen. Ik dacht dat ik er langer mee bezig zou zijn. Komende zaterdag is er een echt ook wel een workshop. Een ochtend- en een middagworkshop. Deze ochtend en middag worden 2 kaarten gemaakt. Als ik het zo uit mijn hoofd goed zeg, is er in de ochtend nog plek voor 1 persoon. En in de middag nog plek voor 2 personen. Dus mocht je zaterdag nog tijd hebben. We gaan een herfstkaart maken en een kerstkaart. En sinds kort hebben we een echte ook spullen van Lanvin. En daar ben ik heel blij mee. Dat is echt een geweldig merk. En daar gaan we zaterdag ook mee aan de slag. Dus dan kunnen jullie daar ook eens kennis mee maken. Ah, dankjewel Petra. Nu weet ik dat ik goed zat. Ik begon alweer te twijfelen. Ja, het snijden gaat goed, hè. Maar ja, oefening baart kunst. Hè. Als je zoveel raampjes mag snijden, dan krijg je het ooit wel in de vingers. Hè. Oh, 26 oktober moet maar reserveren in de agenda, Miep. Eventjes naar Echt op en neer. Of als een drukke boel gaan worden. Hoi Ellie. Mijn zwart papier. 200 gram is kartstok. Gewoon. Dan heb je 200 of 180. Hè, denk ik. Het moet wel een beetje stevig zijn. Omdat we er straks echt een doosje van gaan maken. Vind ik dat natuurlijk wel leuk als het een beetje stevig staat. En dan je kunt het ook als cadeaudoosje geven. Ik zelf had er een theelichtje in bedacht. Nu zo met deze dagen. Maar bijvoorbeeld een Sinterklaas thema van gaat maken, dan zou je hem leuk met pepernoten kunnen vullen. Of met een kerstthema kun je bijvoorbeeld ook even goed nog een theelichtje of kerstkrantjes of zo. Als het iemand cadeau wil doen. Nou, gaan we nog even de raampjes uitknippen. Lang leve de kameel, ja. Daar heb ik helaas geen ervaring mee. Ik denk dat ik er ook niet aan moet gaan beginnen. Ik heb wel eens een paar keer gedacht van, oh, dat is wel een mooi apparaat. Maar even kijken hoe ik hier nou makkelijk in ga beginnen. Zo komen we toch al een heel eind, hè? Nu weet ik eigenlijk niet of er nou mensen wel of niet mee knutselen vanavond. Misschien ga ik wel te snel. Ik heb volgens mij nog niemand gezien die mee knutselt, maar dat is niet erg. Je kan ook later nog knutselen. Dan ga ik eventjes de buitenkant uitknippen. Ik zie wel dat ik hier een beetje niet zo netjes geknipt heb.
Ellie doet mee. Oh, gezellig, Ellie. Hou je het bij. Daar is Anita. Hoi, Anita. Anita was nog aan de kleur geweest, heel ijverig vandaag, naar aanleiding van de workshop van zaterdag. Oh, nou zie ik net dat ik vergeten ben om te rillen. Moet ik hem daar nog maar eventjes onder de mal leggen. Oh, je kijkt toch alleen, Ellie. Oh, ook gezellig, hoor. Ja, inderdaad. De Duitsers waren vrij vandaag, hè. Ik was blij dat ik niet... Ik woon in de buurt van Roermond, dat ik niet naar Roermond toe hoefde vandaag. Maar echt, is voor mij de andere kant op. Daar had ik wel geluk mee, geloof ik. Ik zag toen ik naar huis reed, was al flink wat file overal. Natuurlijk ook vanwege het slechte weer, denk ik. Maar ik had geluk vandaag. Dat is als je dicht bij de grens woont, hè. Kun je snel de grens over. Roermond is natuurlijk een prachtige stad om te winkelen. Dus dat trekt ook veel Duitse klanten. Waar bleef je hangen, Anita? Waar ben je aan blijven hangen? Nou, ik ga hem dan nog even opleggen voor te rillen. Even kijken. Doe hem wel een beetje recht hebben liggen. Dat weten jullie wel, hè, dat het middelste lijntje om te rillen is. Ik denk dat iedereen inmiddels wel bekend is met de Dutch Doobadoo-mallen. Even kijken, waarom past die nou niet? Ik heb hem niet helemaal netjes geknipt, zie ik daarboven. Maar je aan je jurk blijven hangen, Anita. Het wordt steeds mooier hier. Aan je boevenjurk. Ja, ik zie inderdaad dat ik niet goed geknipt heb. Ga ik nog eventjes een beetje bijknippen. Dat is niet zo mooi, hè? Ik vouw hem even wat strakker met het vouwbeen. Dat is wel mooier. Hier moet ik nog een beetje bij je rillen, zie ik. Dat is niet helemaal goed gegaan. Hoi, Stephanie.
Nou, meteen een plakrandje. Zo, dan hebben we eigenlijk al een basisdoosje. Maar ik wil graag dat de onderkant ook dicht is. Dus daar gaan we straks ook nog even wat van maken. Maar ik ga eerst even draadjes erin maken. Daarvoor heb ik mica. Stukje. En dan ga ik eventjes meten. En dan gaan we dat eventjes kijken hoe we dat erin gefabriceerd krijgen. Leuk hè, dat ik hem nog niet voorgemaakt heb. Ik ter plekke nog eventjes wat dingen na gaan meten en zo. Even kijken, ik heb hier ongeveer een stukje nodig van 11 bij 5 voor het eerste raam. Zullen we daar maar eens mee beginnen? Oh, nog een stukje terug. Kun je ook gewoon snijden met je vazenapparaat? Heb ik het nou goed gedaan? Even kijken. Ja. Bij 11 zeiden we. Nu steekt die dadelijk iets uit. Maar dat knip ik gewoon met de hand een beetje bij. Omdat het aan de binnenkant is, zie je dat toch niet. Nou, kom op. Moet ik nou hebben deze. Kijk, hij steekt hier dadelijk iets over. Denk ik. Ja, een klein beetje. Dat ga ik dan dadelijk even wegknippen. Dus deze kan ik al opplakken. Dat doe ik ook meteen. Want anders vind ik dat ding dadelijk niet meer. Omdat hij doorzichtig is. Hoi Karen en Nicole. Ik gebruik daarvoor weer het kleine flesje. Met de Dutch Doobadoo-lijm. En die breng ik voorzichtig rondom de raampjes aan. En dan knip ik daarna het stukje wat te veel is, knip ik weg. Oh ja, gordijntjes. Wat leuk, Anita. Leuk idee. Oh, je wist niet dat ik daar heb je de aankondiging gemist, Nicole. Dat is jammer. Maar goed, schuif gezellig aan. Je kan ook nog terugkijken, hè? Dus niks gemist. Nu gaan we naar het volgende raampje. Ik zal hem even omdraaien. Oh, kijk eens hier. Ik ben niet zo mooi geweest. Zie dat de ramen erin zitten. Dit gaan we daar ook wel wegwerken. Want er komt toch nog designpapier overheen. Mieke met tape plakken. Oh, dat kan ook, Mieke. Maar dit zijn zo'n smalle stukjes. Ik plak hem eigenlijk vanzelf met... Oh, kijk. Deze kunnen we daar hier nog kwijt. Zal ik dat maar eerst doen. Daar zit de fles verstopt, geloof ik. Duitsers vrij, jij wordt eraf gegooid. Je hebt nou allemaal tijd om, om op internet te gaan, Anita. Nou, komt er niks meer uit mijn fles. Het is een beetje friemelen. Kijken of ik hem nog aan de gang krijg, anders pak ik gewoon de grote pot. Ik had hem eergisteren per ongeluk de hele nacht open laten staan. Dat waardeert hij volgens mij niet zo. Mijn lijmflesje. Dus, niet getreurd. We pakken de grote fles. Moeten we voorzichtig, een beetje voorzichtig lijmen. Kijken of mij dat lukt. Een beetje voorzichtig lijmen. Ook deze steekt weer iets uit. Ga ik dadelijk ook een beetje bijknippen.
Ja, een naaldje heb ik niet bij de hand, Miep. Moet ik eventjes in de naaikjes duiken. Nou, dan gaan we nog huisje 2 en 4 maken. Hier kan ook 5. Zeg ik dat goed? Nou ja, 5 bij 12 gaan we die maken. Het wordt een lange live vanavond, geloof ik. Veel werk ermee met mijn huizen. Dat is 1. Die plakken we ook weer meteen. Oh, welkom Sophie. Leuk dat je mee komt kijken en dat je ons gevonden hebt. We proberen elke donderdag om 7:30 in deze groep live te gaan. De ene week doet Nicole het. De andere week doe ik het. Helaas was Nicole verhinderd vandaag. Dus ben ik 2 weken achter elkaar, wat ik helemaal niet erg vind. Ik moest alleen nog even snel wat verzinnen. Of ja, snel. Ik had wel een aantal dagen de tijd, maar... Daardoor had ik geen tijd meer om een voorbeeldje te maken. Dus we gaan vanavond gewoon een beetje... knutselen hoe het uitkomt. Hier maken we ook 12 bij 4,5 van. Nee, we gaan nog niet naar bed. We moeten ons de avond omkrijgen. Ik wil eigenlijk heel graag aan die spookjes gaan beginnen. Schrijf maar in de agenda. Dat is leuk. Als er een workshop is, dan plaatsen we ook altijd vooraf een boodschappenlijstje, zodat je mee kunt doen. Als je het leuk vindt. De producten die we vanavond... Moet ik een beetje beter lijmen. De producten die we vanavond gebruiken, die kun je allemaal vinden in onze webshop. Dat is een speciale... pagina waar de spullen uit deze Facebook Live staan. Dus hoef je ook niet heel lang te zoeken. Nou, ik ga hem even bijknippen. Deze kant. Oh, dan gaat hij me daar wel los. Nu mis ik toch wel mijn kleine lijmflesje. Maar goed, had ik maar op moeten letten. Nou, de ramen zitten erin. Gewoon een vakman, hè. Zo snel. Nu denk ik dat ik eigenlijk eventjes eerst de onderkant in elkaar ga zetten. En ik had dat heel mooi voorgemeten, hoe groot het dat moest zijn, maar dat ben ik alweer kwijt. Dus ik ga dat eventjes overnieuw meten. Deze is 5,5. En deze is 6. Dan ga ik er eventjes een zwart papiertje van maken. Eventjes op zoek naar een zwart papiertje. Moet ik hier wel eruit zien te halen. Ik snij die 1 centimeter groter. Zodat ik aan beide zijden straks een stukje kan rillen om er ook echt een doosje van te maken. Dus ik zei 5,5 wordt dan 6,5. Even kijken dat ik hem goed neerleg. 6,5 bij 6 ongeveer. Volgens mij had ik een boodschappenlijstje in iets andere maat. Iets groter volgens mij. Een paar millimeter. Ik ga hem nog even nameten voor de 5,5 inderdaad. Dit is 6, dus die wordt dan 7.
Dan kan ik daar dadelijk een doosje van vouwen. Dus dit wordt het onderkantje. Dan ga ik aan alle vier de kanten een halve millimeter rillen. Dan ga ik eerst mijn snijmes aan de kant, want het zal je maar gebeuren. Ook niet de eerste keer. Eigenlijk een heel klein opstaand randje waar je hem daar mee vast kunt plakken. Je kan er ook voor kiezen om hem een centimeter te doen. Dan moet je hem dus 2 centimeter groter maken. Kan ook. Dat is natuurlijk wat je zelf prettig vindt. Ik knip hem even in. Het is gewoon eigenlijk zo'n ouderwets bakje maken, zoals iedereen dat wel kent, denk ik, hè. Blijft toch scheef gaan hier onder de camera. Toch grappig eigenlijk, hè? Dat het toch wel zoveel verschil maakt. Of je er gewoon een goede werkhouding boven kan zitten. Of dat je iets meer afstand hebt. Ja, die kunnen we eigenlijk dan aan elkaar maken. Dat doe ik met een klein drupje lijm. Dat kan je ook met tape doen. Deze lijm die gaat eigenlijk vrij goed aan elkaar. Jullie zijn wel rustig, dames. Ben ik nog in de lucht? Of heb ik ook geen wifi meer? Dat hadden we vorige week, hè? Werd ik er... beetje uitgekieperd. Op onze Ziggo. Toen straks kwam mijn dochter al naar beneden. Ze had geen wifi. Dan heb je een beetje met pubers meteen paniek ongeveer, hè? Maar gelukkig had ik er geen last van. Kijk, zo heb je eigenlijk een heel klein doosje. Meer heb je niet nodig. Dat kunnen we dan dadelijk... hierin maken. Ik ga deze hier ga ik even met rode tape een plak. Als rustig uitleg. Oh, dankjewel. Mijn hoofd gaat alle kanten op altijd tijdens de live. Dit moet ik niet vergeten, daar moet ik aan denken. Kijken dat dit goed gaat. Ja, jullie zijn allemaal stil ervan, denk ik. Allemaal braaf. Alle mannen blijven vanavond. Is er voetballen op toevallig of zo? Dan zullen ze extra blij zijn. Nou, we gaan dit mooi aan elkaar plakken. Dat is het handige van die tape, hè? Het zit meteen vast. En goed ook. Nu baal ik wel een beetje dat ik dat hier zo niet zo mooi heb. Maar goed, komt wel goed. Nu komt Hup Hup Barbatruc. Past de doosje erin? Hij past. Dus die ga ik ook eventjes bewerken met een beetje tape. Dat is wel een beetje spannend hoe we die erin gaan. Ik denk dat ik hem toch even ga plakken. Kan ik nog een beetje bijschuiven. Ja, voetbal op tv. Oh. Kijk aan. Maak ik extra punten vanavond bij de mannen. Feyenoord, oké. Andere kant. Dan heb ik toch nog niet helemaal goed gemeten, zie ik. Potverdorie. Ik ben even uit beeld, geloof ik. Even de onderkant erin friemelen. Die wil nou natuurlijk niet, omdat ik niet goed gemeten heb.
Geen die van voetbal houdt. Oh, gelukkig, Petra. Toch? Nou. Het doosje zit erin. Niet van ganse harte. Misschien dat ik het vanavond nog even overnieuw maak. Maar hij zit. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb laten zien wat ik bedoelde met een onderkantje erin te maken. Ik hoop dat jullie wel de maten die ik doorgegeven heb gebruikt. Want dan heb je goede maten. Dan blijft hij ook zitten. Nou. Nu gaan we met designpapier aan de slag. Maar ik ga niet alle vier de huisjes nu met designpapier maken. Want dan ga ik jullie vervelen, denk ik. Ik wil wel één kant van het huisje gaan maken. Dus ik kies even een leuk kleurtje. Ik denk dat ik voor paars ga. Hoi Annie. Ja, je kan de onderkant ook open laten voor een lichtje, tuurlijk. Maar ik dacht, ik maak hem dicht voor als je bijvoorbeeld de stijl, zoals ik al eerder het idee had, om er een Sinterklaasdoosje of zo van te maken. Dan kun je er leuk een pepernotenbakje of zo van maken. Of een ander leuk presentje. Even kijken, ik wil wel een beetje een mal waar ik nog wat leuks op kan. Ik ga voor deze, denk ik. Oh, alles voor de Formule 1 met Max Verstappen. Oh, ik hou zo niet van sport eigenlijk, hè. Ik vind het wel leuk als ze winnen en leuk de sfeer en zo. Maar ik ben echt niet dat ik echt eens even lekker op de bank ga zitten om naar sport te kijken. Ik zit toch liever hier aan mijn knutselplekje. Ja, is leuk hè, de blok. Nou, gaan we daar nog eens wat ramen snijden. Kunnen we meteen zien of ik goed gesneden heb. Of dat ik dadelijk nog een beetje bij moet snijden. Het mes. Ik vind hem ook leuk qua formaat, deze blok van Piatek. Die toch wat groter is. En dan kun je toch ook weer andere soort kaarten mee maken. Ik had vorige week had ik gewerkt met papier van 30,5 bij 30,5. Dan maak je ook weer meteen toch een ander soort kaart. Terwijl ik dat eigenlijk zelf niet heel gauw zou gaan gebruiken. Maar soms leent de mal zich daar gewoon voor. Dat vind ik eigenlijk altijd wel het leukste om een beetje te zoeken naar een goede combi. Ja, hier kun je ook keileuk voor kerst iets van maken, ja. Daarom had ik hem eigenlijk nu gepland voor als Halloween, als spookhuisje. Maar je kan er natuurlijk alle kanten mee op, hè. Binnenkort is ook Sint Maarten. Het is natuurlijk ook leuk om met de kleintjes iets. Kun je er ook een leuk lampionnetje of zo mee maken. Ik vond het altijd hartstikke leuk toen de kinderen nog klein waren om aan die lampionnen met ze te werken. Gelukkig houden mijn meiden wel van een beetje knutselen. Dus wat dat betreft heb ik niks te klagen. Even kijken of ik alles goed uitgesneden heb. Bijna. Nou. Hij is ook ontzettend leuk voor kerstkaarten. Ik heb hem laatst ook nog gebruikt voor een verjaardagskaart. In de achtergrond. Kunnen we ook leuk voor mannenkaarten gebruiken. En je hoeft natuurlijk niet alle vijf de huisjes te gebruiken. Hè? Dat is natuurlijk wel eigenlijk het leukste ervan. Je kan er ook gewoon eentje gebruiken of zo. Hè? Je hoeft niet per se een hele straat te maken. Dat is ook leuk als verhuiskaart natuurlijk.
Je kan hem ook combineren. Eén huisje, een winter- als kersthuisje met een leuk plaatje erbij. Zo. Een klein beetje bijknippen, want ik ben toch niet helemaal tevreden hier over mijn witte puntjes. Het ronde raampje er even uithalen. Dan gaan we eens even kijken daarna of we nog wat spoken in elkaar gezet kunnen krijgen vandaag. Wel jammer van de achterkant altijd, hè? Maar goed, gelukkig zit het papiertje er meerdere keren in. Oh, gezellig, Marjan. Is het niet erg, een beetje laat? Schuif gewoon gezellig aan. Als je het begin gemist hebt, kun je nog altijd terugkijken. Onze uitzendingen komen ook op YouTube. Dan moet ik zeggen dat die van vorige week er nog niet op staat. Daar zijn we nog niet aan toegekomen. Maar zodanig dat die op ons YouTube-kanaal te vinden zijn, dan zien jullie het vanzelf op Facebook langskomen. Dat is toch ook leuk zo in paars, hè? Ik geloof dat ik geluk heb. Dat ik het toch aardig goed gedaan heb, zo op mijn verre afstand. Nou, die plak ik erop. Kijken dat mijn ramen goed zitten. Kijk aan, een paars huis. Moet niet gekker worden. Mijn lijmflesje een beetje aan het lekken. Beetje overstroomd. Ik had hem niet goed open gemaakt. Nou, dan gaan we eens kijken naar de spoken. Ik vind het toch echt wel leuk. Het huisje even aan de kant. Je ziet ook het vorstje en de uiltjes zijn deze maand nieuw. Die zijn ook echt fantastisch. Het is ontzettend leuk. Wat gaan we maken? Het spook. Het is ook erg leuk om het spoken. Ik ga het nu denk ik uit wit maken. Maar het is ook natuurlijk leuk om hem uit vellum of zo te maken. Dan krijg je een beetje dat doorzichtige, zoals hier, hè. Een beetje het doorzichtige spookje. Dus ik ga eens even een wit papiertje zoeken, waar die op past. Ik bewaar altijd al mijn restjes. Een beetje op kleuren gesorteerd. En dan... Kijk aan. De Gemini even aanzetten. Dat is ideaal. Een elektrische stansmachine. Ik ben er nog steeds ontzettend blij mee. Ik vind de vleermuisje ook ontzettend leuk. Ik heb ook nog niks voorgesneden, dus ja, als we online als mensen mee willen doen en ik dus ook de tijd krijgen om het live mee te doen. Kijk eens hier, we hebben al een stuk spook.
Die heeft ook handen, zie ik. Dus die ga ik ook eventjes... Ben ik me eigenlijk af aan het vragen wat dit zou zijn. Zo denk ik. Een stukje van een muts of zo. We komen er wel achter dadelijk. Oh, je hebt de uiltjes klaar, Petra. Leuk. Ik ben benieuwd wat voor kaartje je ermee gaat maken. Nou, de handen. Dan heb ik nog twee andere witte dingen waarvan ik nog even niet weet wat het gaat worden. Maar dan komen we vast... Oké, oh, ik zie het al. Dat zijn ook handjes. Het zijn deze handjes. Je hebt dus een linker en een rechter handje, maar je hebt ook een handje met dat hij iets vast heeft. Zoals hier. Was leuk bedacht, zeg. Even kijken. Andersom. Dat wel weer netjes terug. Dan gaan we de hoed maken. Daar heb ik dit voor nodig, zie ik. En dit heb ik daarvoor nodig. En dan denk ik dat dit het rode stuk is. En dat we hier het gespje krijgen. Je denkt over, Brigitte. Gaan we weer een stukje zwart zoeken. Even kijken, past dat hier nog uit? Ja. Een stukje rood en een stukje oranje. Zullen we deze combinatie doen? Dat is ook wel leuk, denk ik. Of met rood. En er dit van maken. Hier even een stukje afsnijden. Afknippen bedoel ik. Die kan hierop. En nog een stukje voor de riem en de hoed. Hoe noem je dat? Het lintje. Het rode reepje in ieder geval. Bij deze. Maakt een beetje kabaal, maar dat moeten we er maar voor over hebben. Hè? Dat is een fijn apparaat. Oh, dit is... dit stukje is voor de bezem, zie ik. Dus, even kijken. De bezem is dat wat hier rood is. Even hier alles netjes bij elkaar laten. De hoed... Onderkant van de hoed. Dan heb ik volgens mij nog de neus van de vleermuis erin. En nog iets anders wat rood zou moeten zijn. Waarvan ik nog niet ontdekt heb wat het is. Deze kunnen we terug. Dan zal ik eens eventjes in elkaar gaan zetten wat we al hebben. Dat is altijd het leukste, hè? Het stansen vind ik dan mooi. Als je hem dan in elkaar gaat zetten. Nu baal ik natuurlijk dat mijn kleine flesje verstopt is, maar goed. Het is wat het is. Ik gebruik de Gemini, Marjan. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik had hiervoor de Cuttlebug en die begon toch wat kracht te verliezen. Op een gegeven moment als je toch heel veel
gestanst heb, dat merk je dan toch wel. En hier het fijne van deze elektrische is dat hij altijd dezelfde kracht uitoefent. Dus dan krijg je dat drukverlies veel minder. Oh, wacht, ik moet eerst nog eventjes hier mijn ding. De gesp. Ik heb hier nog wat lijm. Kijk, als ik dat hier nou zo opsmeer. Dat gaat niet lukken zoals ik dacht dat het ging. De gesp. Wat wel een geknoei zeg, met die grote lijmfles. Gelukkig droogt de lijm transparant op, dus ik hoop dat het nog wat wordt. Ja, is fijn hè, Mieke de Gemini. Ik zag dat we ook van Vaas, was er weer een nieuwe strandmachine binnen. Kijk eens hier, de muts. Maar je hebt ook een Gemini, Marjan. En die is al stuk. Wat vervelend. Ik moet zeggen, ik heb hem nu iets langer dan een half jaar. En ik ben nog steeds hartstikke tevreden ermee. Gelukkig geen rare fratsen gehad. Ik zal hem de hoed even opzetten. Een beetje schuin is wel leuk, hè? Een beetje zo'n eng spookje wordt het. Nu zitten er ook standjes bij voor het gezichtje. Maar ik vind dat altijd erg leuk om dat zelf te tekenen. Oh, je hebt er nu één die het wel doet. Oh, gelukkig. Dat is natuurlijk niet fijn, hè? Ik teken hem eerst even met potlood een gezichtje. En dan ga ik daarna met pen overheen als ik tevreden ben. Als het kleine dingetjes zijn, dan wil ik het ook nog wel eens meteen met pen doen. Ik vind het altijd wel leuk om dat zelf te tekenen. Ik gebruik, andere kant. Deze mooie zwarte pen daarvoor. Die heeft een iets dikkere punt, maar je kan er toch wel heel fijn mee werken. Een beetje minder spooky, hè? Een beetje een vriendelijk spookje, hè? Dat is al één. Die kunnen we dan al eens kijken of die al op ons huisje wil vliegen. Een beetje zo. Ik denk dat ik hem nog eventjes een beetje met bruine inkt ga bewerken. Wordt hij nog een beetje meer spooky, hè? Misschien ga ik hem straks nog eventjes een beetje rode wangetjes maken. Maar dan moet ik nog eventjes kijken waar ik dat mee ga doen. Ik heb ook van februari, Mieke, ja. Ik ben ook nog echt ontzettend blij mee. Nou, ik denk dat ik hem hier een plekje geef. Ik plak hem met de tape erop. Dan komt hij iets meer naar voren. Dat vind ik altijd wel leuk. Nog een beetje een model maken. Een vrolijk spookhuis. Nou, daar kan toch niemand tegenop. Toch?
Even kijken, ik had ook nog zo'n kleine leuke. Deze had ik nog, die wil ik eigenlijk ook even uitdraaien. Die zit van zo'n kleine spinnenwebjes. Ik had bedacht dat dat misschien wel leuk is om in zo'n raampje of zo te plakken. Dus ik ga hem er ook nog eventjes doorhalen. Ja, is leuk hè, het spookje. Het is natuurlijk ook leuk als je een wiebeloogjes maakt of zo. Even kijken, een stukje zwart. Kijk aan. Dan komen we een heel eind al vanavond, hè? Ik neem hem zaterdag, ben ik weer aan de winkel. Dan neem ik hem mee naar de winkel, dus dan in echt. Dus dan kunnen jullie hem daar live. Ja, ik heb ook de junior, Mieke. Dus qua formaat eigenlijk perfect. Even kijken wat ik allemaal heb. Ik heb eigenlijk ook bijna nooit meer dat iets niet helemaal goed uitgestand is. Of dat je het er een aantal keren doorheen moet halen. Dat valt eigenlijk reuze mee. Het is nog wel eens, maar vaak zijn het dan ook sowieso wat oudere mallen. Je hebt een A4, hè? Ja, die is wat groot denk ik, hè, Petra. Maar dat is soms wel erg handig hoor. Zoals ze laatst bij Studio Light die leuke huisjes hadden. Dan vind ik wel jammer dat ik geen A4 machine heb. Daar had ik ook wel allemaal leuke ideetjes mee. Kijk nou toch. Of dat het ervoor gemaakt is. En dat nou met een grote lijmpot. Maar we maken er wat van. Komt goed. Kon er wel voor gemaakt zijn hier zo voor dat raampje. Kijk eens. Past precies. Ik heb er nog één. Ik doe ook nog ergens kwijt. Dat wordt te veel, denk ik, van nu. Ik heb wel nog een vleermuis, zie ik. Twee vleermuizen zelfs. Misschien wel nog leuk om eventjes hier zo. Ik zal hem dat even opleggen. Dan kijken we dadelijk wel even. En ik had nog. Dat ik nog. Het grote spinnenweb. Ja, die ga ik wel nog gebruiken. Want die vind ik wel erg leuk. Maar die ga ik even op een andere kant gebruiken, denk ik. Dus die laat ik jullie sowieso nog zien in het eindresultaat. Maar niet meer vanavond. En ik had nog een idee ook nog met het vleermuisje en met de bezem. Misschien kunnen we de bezem nog wel even in elkaar zetten. Vind ik ook wel leuk. Ik heb hier nog het oranje stukje in ieder geval. Deze spook even aan de zijkant. De bezem. Even een stukje kraft denk ik dat ik gebruik voor de steel. Een stukje bruin, ook goed. Ja, hij wordt leuk, denk ik, Johanne. Jammer dat het zo lang duurde voor ik allemaal die huisjes had uitgeknipt. Het is natuurlijk veel leuker om dit zo samen met jullie samen te stellen. De steel op de plaat van de Gemini moet ik nog eventjes... Pak dat donkerbruin pak ik voor de bezem, voor de haren.
Dat is ook eigenlijk het leukste, het afstylen van je creatie. Tenminste, daar kan ik me wel een tijdje mee bezighouden. Ik heb het spookje nu gewoon een neutraal gezichtje gegeven, maar ik vind het ook wel eens leuk om hem te laten knipogen. Of zoals hier in het voorbeeld met zo'n open mondje of zo. Natuurlijk ook erg leuk om dat wat meer gezichtsuitdrukking erin te krijgen. De bezem. Nou, wel nog geen heks, hè? Even kijken. Ik kan beter hier wat plaksel op smeren. En dan het touwtje van de binding van de bezem. Ook fantastisch, hè? Ik dacht, die kun je dan misschien nog wel leuk zo. Dadelijk aan de andere kant van de huisjes. Nog bedacht iets met een grasrandje of zo, waar de bezem in staat. De bezem. Het muisje wil ik ook nog wel even in elkaar zetten. Vind ik ook wel leuk om dat nog even te doen. Het vleermuisje. Ik moest nog even vlug op zoek naar grijs papier. Ik denk, oh, grijs papier, dat heb je wel, maar toch niet, dacht ik. Moest ik nog even diep verzoeken. Ja, een heks uit de papierblok. Die kan ik wel gebruiken, natuurlijk. Dat is ook een goed idee, Brigitte. Ik kan hem nog even bijpakken, want hier in de papierblok zit natuurlijk een heks, hè? Die zou je ook nog voor de deur kunnen zetten. Moeten we wel eens een deur maken in ons huis. Dat hadden we nog niet. Even kijken. Beetje donkergrijs voor het lijfje van de muis. Een vleermuis. En lichtgrijs voor de vleugeltjes. De hek zit boven, boven op het dak. Verjaagd. Even kijken. Dit is het lijf van de muis. Van de vleermuis, moet ik zeggen. En de vleugeltjes. De vleugels. Even alles weer netjes terug. Als ik nog weet hoe ik het geplakt heb. Oh, zo, die geloof ik. Ja. En die heeft ook een rode neus. Dat wil ik toch eigenlijk wel doen. Nog even een klein stukje rood. En hier is het volgens mij wel iets wat lijkt op een neus. Daar kan je ook de open mond van het spook mee maken. Papierblok was van Piatek, de Hocus Pocus. Ik heb hem aan het begin van het filmpje al even laten zien. Ik zal hem even wat sneller doorbladeren. Dan heb je nog even een idee van wat er allemaal voor leuks in zit. Deze zijn natuurlijk ook los uit te knippen, erg leuk. De hekshoedjes zijn ook echt geweldig. Echt een mooie Halloween kleuren. Dat vind ik eigenlijk altijd wel erg leuk om te combineren. Nou, een klein stukje nog voor de neus.
hebben we van alles, zie ik. Ik heb ook nog een mond en mijn los. Nog een oog. Dat hebben we nu niet nodig. Ik heb alleen maar de neus nodig. Dus ik schuif alles wel even naar de zijkant. Even kijken hoe de muis in elkaar zit. Zo. En zijn hoofd op. Beetje schuin naar het kijken. Hè? Dat vind ik altijd wel leuk. Beetje mee spelen. Hè? Niet allemaal zo strak. Ja, een beetje plaksen in het midden. Natuurlijk, die handjes zijn eigenlijk een beetje zo bovenaan zijn. Nou, is die niet leuk? Dan wel nog even een rood neusje. Wordt weer een uitdaging met die dikke lijmpot. Maar goed. Het houdt het wel spannend, hè? Als niet alles allemaal goed gaat. Oeh, dat is wel een hele grote neus. Of ligt dat aan mij? Even kijken of ik niet wat kleiners heb. Heb ik wat anders gevonden. Een oog was dat volgens mij. Maar dat kun je ook prima als neus gebruiken. Nou, krijgt hij natuurlijk ook nog even ogen. En dan zal ik hem een knipoogje geven. Dat is wel leuk. Toch? En zo is het leuke muisje klaar. Kun je natuurlijk nog met de witte pen ook nog hier en daar wat details maken. Bijvoorbeeld hier zo bij zijn oortjes. En hier in de vleugel. Kun je eigenlijk je beestje steeds meer leven inblazen. Hier bij zijn handjes. Ik doe dat gewoon willekeurig. Daar zit voor mij geen systeem aan. Ik doe dat gewoon een beetje op gevoel. De mal kost... Moet ik even de verpakking kijken wat ik die losgelaten heb, Mieke. Daar staat dat op. Moment. Wij zoeken het op. Het is een beetje chaos hier, maar dat begrijpen jullie vast wel, hè? Hier heb ik hem. Hij is 13,95, Mieke. En die kunnen we natuurlijk ook nog ergens leuk laten vliegen. En ons hier bovenin of zo. Nou, dat vind ik wel een leuke plek. Ik denk dat ik hem daar... bovenaan in het huis ga neer. Plaatsen. Hoi Simone. Vind ik eigenlijk wel leuk hier zo. Haal ik de kleintjes nog even weg. Die komen misschien dadelijk nog van pas. Dan moet ik nog even kijken. Is het misschien ook wel leuk om die bezem zo bij dat spook in zijn handen te stoppen, hè? Ja, zo kunnen we blijven friemelen, mensen. Hoi, Simone. Simone, ik moet altijd aan jouw naam een beetje wennen. Volgens mij spreek je het anders uit als dat ik het zeg. Ik wil nog eventjes kijken voor iets van een grasrandje onderlangs. Ik vind het een beetje kaal aan de onderkant. Ik pak nog even een grasstandje erbij met wat groen. Die haal ik nog even door de Gemini. Een beetje donkergroen verpakken. Ik had er van alles klaargelegd vanavond. Hoi Rolly. Leuk dat je even komt kijken. We zijn al een aardig eind op weg. Al bijna richting het einde. Maar dat is niet erg. Schuif gezellig aan.
kunt de uitzending ook nog altijd terugkijken. Ja, het is een leuk spookje hè, van Marianne Designer Holly. Die is pas nieuw. Ik vond hem eigenlijk zo leuk. Dat ik er een huisje, een spookhuisje mee bedacht heb. Nou, zo snel heb je een grasmat klaar, hè. Hocus pocus. Kijk, als je dat dan hier zo een beetje hebt, maak ik die daar een beetje donker. Dan een stukje vanaf. Ik vind hem een beetje hoog. Een beetje erg hoog. Een beetje hoog gras. Een klein stukje vanaf halen. Oh, zie je, dat werkt toch niet zo goed voor mij, dat snijden onder de camera. Maak het gras nog een klein beetje donker met een beetje donkere inkt. Dat eigenlijk toch wel een beetje spookachtig moet zijn, hè? Krijg toch een beetje ook wat meer diepte. Eventjes op maat knippen. Ongeveer. Het is ook nog leuk als je zo het grasrandje zo achter elkaar een beetje laat verspringen. Dan krijg je nog wat meer diepte. Dus die gaan we zo achter elkaar opplakken. Wat was Beertje? Die is ook zo leuk, hè? Als we deze iets hoger plakken, dan krijg je nog meer diepte erin. Dankjewel, Brigitte. Kijk, dan past deze mooi hier ervoor. En dan knip ik hem zo meteen. Als het een beetje gedroogd is, knip ik het mooi af. Ja, altijd leuk hè, met Halloween toch even. Ik heb er zelf niet heel veel mee, maar ik vind het toch ieder jaar ook wel leuk om wat Halloween kaartjes te maken. Leuk heksje of zo. Erbij. Inderdaad, nu met die spookjes. Natuurlijk weer een uitdaging op zich dit hè, hoe ik dat weer geknutseld heb. Even het gras. Het gras is gemaaid. Kijk aan. Dus dit is een beetje mijn idee. Ik denk dat ik er daar nog een beetje meer ga bij knutselen. Ik moet nog eventjes kijken hoe en wat. Dus ik hier nog eventjes, dat kan ik misschien wel ook nog even doen met jullie. Dan gaan we dan echt een eind eraan breien. Nog eventjes hier het tasje. Dat ik dat hier zo in het gras zet. Toch, dat is wel leuk hè. Een stukje oranje. Zoeken hier in de bende. Ik heb voor de live zet ik altijd nog een extra tafeltje naast mijn bureau klaar. Dat heb ik ook echt wel altijd nodig met de live. Normaal heb ik aan mijn eigen bureau genoeg, maar... daar gaat hij. Dan moet ik eventjes kijken of ik van het gezicht ook al iets had. Kan ik dat eigenlijk ook wel eens even laten zien. Nou, die gaan we ook maar tekenen, zie ik. Dan moet ik te veel overnieuw maken, volgens mij. Maar alles al tussenuit.
kun je wel lekker blijven tutten, hè? Die weer terug. Nee, teken ik hier ook eventjes het gezichtje in. Sowieso makkelijker om het even te tekenen dan om te plakken, omdat ik een kleine lijmflesje verstopt heb. Het een beetje groter, zie ik. Probeer dat gewoon een beetje na te tekenen. Zo. Ja, ik ook nog breien vanavond. Anita. Van alle markten thuis, zullen we maar zeggen. Bij het boekensteuntje. We kunnen alle kanten op, hè. Even kijken of dat leuk is. Ach, een beetje in het gras of een beetje niet in het gras. Het is leuk om het er een beetje tussen te steken, maar ook weer niet. Je kunt ook nog hier aan het handje. Oh, dat is ook wel leuk eigenlijk, hè. Toch? Heeft ze de handen vol? Het spook. Even kijken hoe ik dat nog ga plakken. Ik denk dat ik een beetje plaksel aan het hengsel doe. En dan zie ik wel waar die blijft haken. Heb ik nog wel niks in het gras, maar dat komt wel. Ik noem dat het een spinnenwebje of iets dergelijks. Het is een beetje een idee van het spookhuisje. Dus, ik heb dus nog 3 huizen te gaan om daar wat spooky van te maken. Dat ga ik even op mijn gemakje doen. En dan laat ik jullie die morgen nog even zien, sowieso op de Facebookgroep. En ik neem hem zaterdag mee naar de winkel, dan kun je hem live komen bewonderen. Ik zal nog 1 keer vermelden dat de materialen te vinden zijn in de Boekensteuntje webshop. Je kan ervoor kiezen om de materialen te laten bezorgen, met de post natuurlijk. Je kan ze ook ophalen in de winkel, 1 van onze 3 winkels. Geef dan even aan naar welke winkel je komt. Of je naar Echt, naar Reuver of naar Tekelen wilt komen. Dan zetten we de spulletjes voor je klaar. Dat scheelt natuurlijk verzendkosten. En het is natuurlijk gezellig om even naar de winkel te komen. Daarnaast, volgende week zaterdag 12 oktober is de open dag in Boekensteuntje Tegelen. Daar zijn van 10 tot 4 allemaal leuke demonstraties. Dus dan kun je lekker veel... Lekker weer inspiratie opkomen doen. En 26 oktober is de open dag in Echt. Dus dan kun je daar ook nog even gezellig langskomen voor inspiratie op te doen. Zaterdag hebben we in Echt nog een workshop. Onder andere met Lanvin. Daar kun je nog voor opgeven. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Daar kun je gewoon in de winkel in Echt voor even bellen. Of even langskomen of een appje sturen. En dat was volgens mij een beetje alles wat ik jullie nog te melden had wat betreft de winkel. Dus ik ga nog even verder knutselen. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Ik vond het erg gezellig dat jullie allemaal erbij waren. Fijne avond nog. En tot de volgende keer. Doei!